Gijsbrecht van Amstel speelt in de middeleeuwen en gaat over de ondergang van Amsterdam. De stad wordt geplunderd, platgebrand en van de aardbodem weggevaagd. Het gebeurt allemaal na een belegering van een jaar. Alles wat heilig is, wordt kapot gemaakt. Nonnen worden verkracht. Bisschoppen wordt op het altaar afgeslacht. De dominees begrepen het stuk in die tijd ook niet. Ze wilden het niet begrijpen. Ze wilden in ieder geval niet dat het stuk gespeeld werd met kerst. Na een paar aanpassingen mocht dat wel. En vanaf dat moment sloten de toeschouwers het stuk in hun hart. De Amsterdammers van die tijd zaten te kijken naar de vernietiging van hun stad. Maar ze herkenden in het stuk het verhaal van het oude Troje. Het paard van Troje is in de Gijsbrecht vervangen door een platte schuit met de naam het zeepaard. Maar de truc is hetzelfde. En ze wisten dat uit de vernietiging van Troje het machtige Rome was ontstaan. En ze begrepen dat uit de vernietiging van Amsterdam de prachtige, welvarende, rijke, mooie stad was ontstaan die Amsterdam op dat moment was. Namelijk het Amsterdam van de Gouden Eeuw. Vondel had de stad met de Gijsbrecht een mythe gegeven waarmee ze konden wedijveren met Rome, de bakermat van de Europese beschaving. Ze hadden alleen een geschiedenis waar ze apentrots op konden zijn. De Gijsbrecht is een hartstochtelijk stuk over liefde. Van een man voor zijn stad, van een vrouw voor haar man. Want Gijsbrecht is een held, maar zijn vrouw Badeloch is dat evenzeer. En je voelt door alle verzen heen de liefde van Vondel voor het toneel. Ik zelf speel de rol van Arend van Amstel, de broer van Gijsbrecht. En ik sterf op het toneel voor een hoger ideaal. Ik hoop dat je komt kijken.